Ik denk dat het heel goed is om spelenderwijs ook wat te kaderen. Als je een probleem hebt, dan kan het best wel wat kosten om echt naartoe te komen van wat is nou echt de kern van het probleem. En ik denk ook met de gamification die ik ook wel bij sommige dingen heb gezien, dat het ook wel heel mooi is om dat ook te gaan gebruiken. Want het helpt wel een stuk sneller om dingen te internaliseren en uit te vinden van hoe je nou echt naar de oplossing kan komen. Of in ieder geval de eerste stappen tot de oplossing kan komen. Ja.